Ik ga Fortnite spelen met een moeder. Je hebt deze moeder misschien voorbij zien komen op TikTok. Kunnen jullie jong leren, chat? Ja, ze valt ter plekke, nee! We hebben haar een invite gestuurd. Daar is ze. Een hele goede middag. De Fortnite moeder van TikTok. Ja, zonder kinderen. Oh, zonder kinderen. Ja, joh. Dan heb ik eigenlijk gelijk een vraag. Is het misschien leuk om even een kleine voorstelronde te doen? Zeg maar, ik denk niet dat iedereen jou kent. Nog? Nee, dat denk ik ook niet. Ja, mijn naam is Davy. Ik stream echt al wel een tijdje op Twitch. Echt al een jaar of 6, 7. Oh, Twitch ook? Maar, ja, Twitch ook. Ja, sinds 7 maanden of zo TikTok. En recentelijk ook een beetje YouTube. Maar ja, dat mag niet echt een naam hebben. Ja, ik ben jou toen tegengekomen via TikTok. Ja. Toen zag ik van... Ja, jij zat ineens in mijn chat. Want hoe oud ben je als vraag mag? 47. Waar gaan we heen? Ja, ik ben net gesprongen, dus... Zullen we veten pakken? Ja. Oké. Okay. 48 jaar? 47. 47? Ja. Ja. Woi, yo, woi, yo, woi, yo. Speel je als echt maar echt sinds kort Fortnite? Echt al... Of sinds lang? Ja, ik speel het al vanaf 2017. Toen heb ik het nog gekocht op de PlayStation 4. Gekocht? En toen was het nog geen Battle Royale. Ja, het was gewoon een disc. En dan, ja, volgens mij heette het toen Save the World. Moest je gewoon allemaal zombies afknallen en bouwen. toen kwam Fortnite. Ja, uiteraard ook alleen met bouwen. Ja. Dat heb ik toen wel een jaartje, 2 jaar gespeeld. Maar daarna ook heel lang niet meer. Want toen kon je wel al een beetje Fortnite? Qua bouwen, zeg maar? Of dat ook nog niet? Ja, toen wel. Maar nu heb ik denk ik al 3, 4 jaar niet meer gespeeld. Dus nee, nu echt niks. Nee, precies. Nee. Wat doe je verder in het dagelijks leven? Nou, ik stream wel redelijk veel. Echt wel 5 tot 8 keer per week. Dus op Twitch en op TikTok. Ja, ja, netjes. En daarnaast werk ik 3 dagen per week als juf op een basisschool. Nee, joh. Ja, joh. Nice. Ja. En die kinderen weten dat ook? Die kinderen weten dat ook. Ja, dat kun je niet echt geheim houden. Dat kan je proberen, maar nee. Ze komen vanzelf die lijsten wel tegen op de For You page. Ja, For You page. Dus ja, dat was binnen hele snelle tijd bekend. Mensen, heb jij shotgun? Nee. Hij is dood. Ja, je kan mooi bijbeelders gebruiken. Ik wou net zeggen, dat moet je niet aan mij vragen. Juist. Nog meer? We werden beschoten ergens. Ik zou het niet weten. Ah, die skip wel even, joh. Is dan iets geraakt. Nice. Zeg, kijk, die moet jij pakken. Die moet jij pakken. Ja hoor! Ja, dat is een bot zeker. Ja, deze ook. Die mag ik hebben. Ja, deze is ook een bot. Had je hem al gepakt? Ja. Ja, niet helemaal gefinished, man. Gefinished. Het is achteruit volgens mij. Juist. En hoe gaat het... Ja, dat is misschien wel een hele brutale vraag. Durf maar. Ja? Hoe gaat het verder in de liefde? Ja, fantastisch. Ik ben al 28 jaar gelukkig. Echt? Ja, ik heb al zo lang een relatie als dat je oud bent, denk ik. Ja, ik ben 21. Nog een. Ja. Niet normaal. Nee, ik was 18 of zo en het was gelijk de eerste en de laatste, ja. En hoe tegengekomen? Op school of via werk? Nee, wij hadden allebei nog een andere relatie en zij waren elkaars collega. Wacht. Huh? Dit krijgt een hele rare wending, dit verhaal. Mijn ex en mijn huidige vriend, die waren collega's van elkaar. En dus, jouw ex, zeg maar, toen jullie nog gewoon in een relatie zaten, toen werd je vriend met die andere? Nee. Oh! Nee, zeker niet. Hé, jij maakte wel iets sappigs van. Nee. Ook geen plannen met kakkinderen? Ja, dat is ook helemaal niet meer, denk ik. Een beetje laat ook wel. Ja. Nee, ik heb de kinderen op school, dat vind ik fantastisch. Superleuk als ze om 2:15 ook weer lekker naar huis gaan. En, ja, daar ook klaar mee. Nee, die lekker kan gamen. Ja. Nee. Maar ook nog nooit een kinderwens gehad, vroeger ook nooit. Nee. En je vriend dan? Ook niet. Nee, als dat wel zo was geweest, hadden we natuurlijk wel een probleem gehad. Ja, nee. Daarom. Nee, dus eigenlijk vroeger al niet. Eigenlijk perfect, dit duo. Ja. Ik zou niet bij voornaam genoemd willen worden, dat dan weer niet. Maar... Nee. Maar je vindt het wel verschrikkelijk als mensen u zeggen? Of dat ook weer niet? Nee, zeker niet. Ik vind het alleen maar netjes, weet je. Netjes opgevoed, zeker. Ja, toch? Maar het is niet nodig. Nee, dat is het weer niet. Want waar kom je vandaan? Uit Utrecht. Utrecht! Ja, Jij bent ook van Utrecht? Geboren en getogen, ja, al mijn hele leven. Hoppatee. Zo! Ja, joh. Lekker hoor. Druk reboot. Een reboot. Eentje onder jou? Ja, ik zie hem. Ik heb hem. Nice. Nog eentje? Ook achter mij, volgens mij. Ja, ik zie hem. Dan zit hij gewoon te chillen. Dat is niet handig. Wat voor lobby zitten wij eigenlijk? Het zijn niet de beste mensen, volgens mij. Lobby. Dit is Dit is zelfs voor mij te doen. Zelfs voor jou. Zelfs voor jou is het te doen, ja. Hoppatee. Ja, nou, twee zelfs. Ja? Dood? Ja. Oh! Er zit er eentje onder nog. Ja, daar ja.
Kijk. Hoppatee. Heb je nog plannen verder voor het weekend? Streamen? Streamen sowieso. En we hebben wel een feestje en dat soort dingen. Ja. Ja, je hebt een feestje nog? Ja, joh, op mijn leeftijd nog, hè. En dan ga je ook vol aan de zuip? Ja, ik ga ook gewoon aan de zuip, ja. Oh, heerlijk. Hoe wel in glijden? Oh, wel, ja, daar is hij. 80? Oh, daar is die ander, denk ik. Ja. Correct? Deze heb ik. Ik hoor nog één. Correct. Juist. Heerlijk. Hij is al correct. Ja. Maar hij kan spelen hoor. Hij is hier ergens. Nee, ik mis. Oeh, dood. Nice. Oeh, P90. Ja, die nemen we mee. Nog wel 6 mensen, dat wordt gewoon eerste win. Oh, nee, nog meer? Nee. Oh, nee. Rip, hij zit hier bij. Oh, we zijn met z'n tweeën. Ja, die bleef al bijna. Ja? 2 bananen. Zullen we niet afmaken? Eentje is neer. Eens 100. Je hebt hem. Nee, ik mis. Juist. Yes. Lekker man. Hoppatee. Nice. Oh nee. Oh, rip. Ik heb nu alleen geen healing meer ook. Oh. Lig je helemaal onder? Ja. Oké, kom je halen. Even een medkitje gepakt. Ik heb een chutje voor jou. Oh, top. Oei, 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 oei. Ja, dit is wel echt een noob, ja. Ja. Kijk wat hij doet. Ja, joh. Die heb je. Hij doet wel een poging. Oh, hij kan wel iets. Hij kan wel iets. Hij kan beter bouwen dan ik. Allee, hij kan niet schieten. Nou, nog 2 man. Hoe heb je een... Och, ik had hier deze nog voor jou. Ik denk niet dat je hem nodig hebt, maar hè. Ja, we gaan de laatste even vinden. Dat was niet echt. Oh, ik zie ze. 1 HP. Dood. En nog eentje te gaan dan. Nog uno. Zie ik hem zitten. Maar wat vind je vriend ervan dan? Dat je... Ja, hij support mij onwijs, hoor. Ja? Ja? Dat is zo schat. Ja. En die helpt mij ook met alles. Met de website en met dingen regelen. Ja. Dus hij werkt ook gewoon hard? Hij werkt gewoon fulltime, ja. Zo. Dan komt hij thuis en dan ben je weer aan het streamen. Ja. Ja, vaak wel in de avonturen. Als ik zelf gewerkt heb, dan is het natuurlijk thuis even eten koken en alles. Maar dan ga ik vaak wel live. Maar hij zit ook heel vaak in mijn streams te kijken. En hij ja, hè? Ja, helemaal prachtig. Dus ja. Dat is wel leuk. Superleuk. Als hij dat niet leuk zou vinden, dan had ik het ook niet gedaan. Nee hè? Wat een ware liefde hier. Ja, wij zijn echt elkaars voorbestemden, ja. Ja, mooi toch? Oh, ik zie hem. Zeker. Die is voor jou. Ja toch! Ik kan zeggen dat ik met een vrouw van 49 een win heb gehaald. 47! Oh, 47! Maar ik hou niet steeds een hogere leeftijd van. Ja. Abonneer even Kohoni, even Twitch volgen, even TikTok volgen, YouTube volgen. Check jullie bij de volgende keer weer. Dames en heren, groeten!